Ik ben Uraya en ik ben mede-eigenaar van Vernoer. Vernoer uit Rotterdam, creatief collectief. De film Straight Outta Compton die gaat voor mij voornamelijk over een groepje jongens die zoiets een passie hadden om iets leuks te gaan doen. En ze kwamen zelf uit een moeilijke buurt. En uiteindelijk hebben ze het zo ver geschopt. Met name ook omdat ze heel erg eerlijk naar zichzelf zijn gebleven. En dat vind ik wel een heel mooi gegeven van de film. Rotterdam is eigenlijk iets heel anders dan LA. Ik vind Rotterdam eigenlijk meer echt een werkers-werkstad, zeg maar. Maar wat ik wel heel tof vind, is omdat Rotterdam is wel echt straat. En die film is echt een straatfilm. In Rotterdam, je kent Rotterdam, jaren 90 heel veel criminaliteit, 2000 nog heel veel criminaliteit. En het is toch wel een beetje de ruwe bolster die Rotterdam heeft. Dus ik denk dat dat wel de overeenkomsten zijn. Het verhaal van NWA wordt meer mainstream door deze film. Mede doordat het natuurlijk een bioscoopfilm is. Zeker omdat als je kijkt naar die jongens, waar ze inderdaad vandaan komen en wat ze uiteindelijk echt bereikt hebben, dat is natuurlijk enorm goed. Kijk, als hun het al kunnen, ja, dan moeten wij nog veel meer kunnen bereiken en dat vind ik wel positief. Je kan op een groot scherm, met goed geluid, kan je lekker onderuit, kan je echt film beleven en dat is wel wat ik tof vind aan de bioscoop.